Zoals jullie misschien weten, is mijn levenswerk de ontwikkelingsgerichte benadering. Dat vertaalt zich in een ontwikkelingsgerichte levenshouding en het ontwikkelingsgericht werken van professionals. Vooral de laatste is een heel belangrijk domein. Ontwikkelingsgericht werken, dat kan toegepast worden bij leraren, bij leidinggevenden, bij ondernemers, uiteraard bij coaches, therapeuten, artsen, advocaten, enzovoort. Ik hou van het ontwikkelingsgericht werken. En ik wil even een, uh, een kleine uh, uh, aankondiging doen. Uh, mijn laatste boek, dat eigenlijk al een paar maanden uit is, maar ik ben uh, vergeten uh, publiciteit te maken. En ik moet dat doen voordat mijn volgende boek uitkomt. Er uh, zijn eigenlijk 106 anekdotes over ontwikkelingsgericht werken in de praktijk. En met anekdotes bedoel ik dat ze eigenlijk uh, een groot deel van de weg verduidelijken die. Uh, mij geholpen heeft om precies te definiëren wat ontwikkelingsgericht werken is en niet is. Uh, je zult in, dit, uh, in die 106 heel wat briljante mislukkingen mee uh, lezen en ook toevallige successen uh, die ik heb meegemaakt, die eigenlijk de weg geplaveid hebben naar die visie op hoe dat we als professional en als mens om, uh, onze leven kunnen benaderen. Het boek is uh, uh, alleen te koop via onze eigen webshop. Coachingbooks.net. Coachingbooks.net. Omdat we eigenlijk uh, grote internetboekhandels uh, vermijden. <coughs> ja, daar is een reden voor. Dus uh, als je geïnteresseerd bent, uh, tot eind december. Um,